Het moment is weer daar, mensen. Het is weer tijd voor een nieuwe video. Het is weer 4 uur en dat betekent dat ik weer iets aan jullie ga weggeven. En deze keer zijn dat dopperflessen. Maar niet 1, niet 2, niet 3, maar meer dan dat. Ik ben even vergeten hoeveel. Het zijn er zoveel dat ik gewoon ben vergeten hoeveel het is. Hier in beeld staat letterlijk een aantal. Ik ben vergeten hoeveel het was. Maar zoveel mensen kan ik dus blij gaan maken met een prijs. Gewoon zo'n epische fles waarin je gewoon alles kan doen. Mee naar school nemen en shit. Waarmee je gewoon de blitz maakt. Ik heb hem zelf ook. I love that shit. Het enige wat jij hoeft te doen om kans te maken op die prijs is een reactie achter te laten hieronder en te abonneren op mijn kanaal. En dan ben jij misschien wel de eigenaar van een dopperfles. Je bent nog. Laten we snel met de video beginnen. Ik doe nogal vaak mensen na, dingen na, foto's na, selfies na, snaps na. Jullie weten hoe het allemaal gaat. Ik ben gewoon één grote naaper. That's who I am. Don't judge me. Ik zie veel stoere mensen. Ik wil graag stoer zijn. Ik wil graag een stoere man zijn. Maar ik ben niet altijd stoer. Tot vandaag. Ik doe vandaag namelijk selfies van gangsters na. Let's go. Oké, de eerste selfie van een gangster is... ik ga het maar gewoon checken. I don't even know. Oké, ik moet het middelvingertje gaan zetten. Nou, dan zet ik maar even het middelvingertje, hè. Hey. Selfies nadoen van gangsters. Dat is wat ik vandaag ga doen. De eerste gangster die ik heb, zoals je ziet, middelvingertje in de building, niks aan de hand, telefoontje, bandanaatje. En laat ik nou net toevallig een krat vol met allemaal shit hebben voor deze video. Oh, wat ligt hier? Oh, hallo. Zo, prima. Wat ik sowieso moet hebben is een pet. Deze pet is prima, maar die heeft niet het printje. Laat ik nou toevallig deze fucking bij. Ik ga deze gewoon hier opplakken, denk ik. Oh, en hij heeft ook een blauwe cap. Zo, boom. Check dit. Verder heb ik deze nodig. Ik ga gewoon deze ketting gewoon gebruiken. En tattoo. Ja, ik doe wel gewoon deze of zo. Wat is het dat ik altijd nep tattoos moet hebben in video's? Fuck, man. Ik ga gewoon naar boven, dan heb ik ook een spiegel. Let's go. Ik ben er weer bij mijn spiegeltje. Ik doe even... Oké, dit is de eerste stap. Petje op, prima. Oh nee, wacht. Petje weer af. Oké, cool. Deze. Ik heb dit nog nooit gedaan. Nou, prima. Kettingje om. Misschien kom ik er nu wel achter dat ik gewoon eigenlijk een echte gangster ben. God, nou krijg ik weer zo'n tatoeage gewoon. Doe het gewoon hier. Boom. Een beetje nat maken, ja. Weer zeer goed nat maken, ja. Ik ben altijd zo blij als het gewoon goed lukt. Yeah, man. Zo, kettingje erover, niks aan de hand. Oké, ik denk dat ik zo ongeveer wel klaar ben voor het maken van deze selfie, mensen. Hij heeft de telefoon zo. Oh, wacht, fuck, waar is mijn bij? Blijf er even bij. Ah! Komt-ie. Middelvingertje. 3, 2, 1. Got it! Oké, heel eerlijk gezegd, goed gedaan, Kelvin. Prima, lekker. De volgende, en het is gewoon een linkje, ik ga erop klikken. Ik heb geen idee wat ik ga zien. Er staat tussen haakjes achter, dit is een echte gangster. Deze real gangster, de OG, de original gangster, is niet zo heel erg lastig. Ik heb zo'n brilletje nodig. Die heb ik hier. Brilletje, blijf. Ketting. Dit is wel voldoende. Prima kettingje. En een zwart vest. Nou heb ik hier gewoon een onesie. Ik doe gewoon een onesie aan. Ja, en een grijze camera. Nou heb ik geen grijze camera, dus ik doe het denk ik gewoon maar hiermee of zo. Dit lijkt op zich wel een beetje. Oké. Zo, daar gaan wij. Ja, nice. Brilletje op. En dan staan we nog maar één ding te wachten. Naar de badkamer. Sommige mensen zien er super goed uit met een bril. Ik ben niet één van die mensen. Kijk, ik besef me nu net, hè. Ik kan wel gaan doen alsof ik hier een foto mee maak. Maar ik moet natuurlijk echt een camera... Deze doet het niet. Misschien was je daar al wel achter. Dus ja, dit komt-ie. Boos kijken. Kettingje. Zip. 3, 2, 1... En zo simpel is het. Laten we doorgaan naar de derde gangster. De derde gangster van vandaag. Ik ga hem gewoon checken. Jongens, hier gaan wij. De gangster. Wow. Wow, wie doet dit? Waarom hou je een gun überhaupt op jezelf? I don't even get it, man. I don't even know what you're doing. Maar ik ga het toch gewoon nadoen. Fuck it. Ik heb voor deze jonge man een pistool nodig. En een Yankees pet. En een wit shirt. Gangsters, jullie hebben helemaal niet zulke moeilijke selfies. Doe eens een keer moeilijk, gangsters. Kijk, wit shirtje. Check. Fucking aandoen. Niks aan de hand. Hey, wat is dit? Oh, ik heb toevallig een pistool hier. Oh. Nu heb ik weer een zwarte pet. Laat ik nou toevallig een New York Yankees logo hebben. Hey. Dat logo is ook echt bijna niet zichtbaar op de foto. Besef even hoe gedetailleerd ik ben. Bam! Het lijkt een beetje alsof deze man een beetje dreadlocks heeft. Nou, laat ik hier nou net dreadlocks hebben. Nee. Het is gewoon letterlijk een random zwarte pruik. Maar fuck it. We zijn er weer klaar voor, mensen. Krakakakaka. Zijn we weer in de badkamer. Het is weer één groot feest. Wij zijn zo vaak samen in de badkamer, jij en ik. Potver. Oké, komt-ie. Wow, ik zie nu pas. Hij richt het... Hij richt het fucking gun richting naar zichzelf. Why would you fucking do that? Ik zie dat ook nu pas, hoe fucking dom. Rechterhand. Telefoon. Ik snap het niet, maar goed. So, ready people, in 3, 2, 1.
De volgende selfie is van een echte gangster, maar ook een echte gangster. Ik heb geen idee, ik zeg maar wat. Ik weet niet eens of dit wel van een echte gangster is. Wow. Ik weet niet of ik dit level van gangsterness kan gaan behalen in mijn leven. But I'm just gonna try. Deze jonge man. Nogal een gangsterlijk uiterlijk, vind ik. Hij heeft een paarse onderbroek. Een soort van beige broek. Iets op zijn hoofd waarvan ik denk dat het een pet is. Maar goed, het zal wel. En een episch brilletje. En een telefoon. First of all, mijn fucking shirt moet uit. Want hij heeft geen shirt aan. Ten tweede, ik heb hier een tatoeage. Die heb je niet op de foto. Maar goed, ik heb hem nu toch. Ik ga even een paarse onderbroek aandoen. Aanschouw de paarse onderbroek. Verder heeft hij zo'n broek aan als deze. Deze is echt perfect. En dan heeft hij zeg maar, ja, ik vind dit een lastige. Maar hij heeft een pet op. Maar ik heb die pet niet. Dus ik doe dat gewoon met dit of zo. Ik weet echt niet hoe de fuck hij dit doet. If you want your own pet, then create your own pet. Oké, prima zo. Niks meer aan doen. Nou, ik heb gewoon een brilletje. Mijn brilletje is ook weer helemaal goed. Het is tijd om naar ons badkamertje te gaan. Ik vind mezelf wel nu echt de realest gangster alive. Jongens, ik wil niet overkomen als een optimist. Maar ik denk dat dit gewoon helemaal goed gaat komen. Ik hoef nu niet eens te flexen ook. Ik probeer altijd die boys, die echte gangsters met sixpack probeer ik na te doen. Maar dat weet ik niet echt. Maar bij deze jongen is gewoon real. Deze, het erge vind ik ook nog, ik lijk nog best wel op hem. Jongens, dan gaan we weer. Het is tijd voor selfie nummer 4. 3, 2, 1... Het is tijd voor de allerlaatste gangster. Hey, het is tijd voor de allerlaatste gangster op in deze bitch. Op in deze bitch, we gaan dit doen. Let's go. Het is deze. I love this guy, man. Dit is mijn favorite. I love deze gangster. He is the real OG. Ik moet hem alleen na gaan doen. Ik weet niet of ik daar zin in heb. Ik denk het wel. Hoe kan het dat ik video's zoals deze altijd begin met echte gangsters en dan eindig ik met jongens zoals hij? Ik wil niet zeggen dat hij geen echte gangster is hoor, daar niet van. Maar kijk, deze is ook niet extreem moeilijk als je hier naar kijkt. Hij heeft gewoon een Cookie Monster petje met een bandanaatje. Nou, laat ik nou net deze toevallig nog hebben. En ik had ooit, mensen die mij nog kennen van vroeger, maar met vroeger bedoel ik echt vroeger, had ik een Cookie Monster pet. Ik had gewoon een pet, gewoon precies een pet zoals hij heeft. Die heb ik weggegeven aan een kijker. Omdat ik ooit volgens mij eens een keer 1000 abonnees had gehaald of zoiets. Dus nu heb ik in plaats van een Cookie Monster pet, heb ik deze pet. En als laatste heeft hij gewoon een kettingje om. Ik heb gewoon een kettingje. Niks aan de hand. Kijk, ik vind deze outfit van deze dude is niet extreem moeilijk. Wat wel moeilijk is bij deze man, is hij is zo overtuigend gangster. Ik weet niet of ik dat na kan. Hij doet dit en hij kijkt uber gangster. Kortom, ik ga het gewoon proberen. Ik ga deze kare pet even op. Yes, catch him. Jullie zullen je ongetwijfeld afvragen, yo Kelvin, waarom heb je al 88 video's gemaakt waarin je selfies van mensen nadoet? Het antwoord daarop is dat ik het gewoon veel te leuk vind. Even een besefmomentje. Al deze selfies van deze gangsters zijn in badkamers. Waar andere mensen gewoon selfies maken in woonkamers en shit en waar dan ook. Gangsters maken alleen selfies in een badkamer. Zelfs als ze met pistolen richting zichzelf staan. Deze op. Hoi, oh yeah. Lekker boy. Prima zo. Lekker. Alright man, we're gonna do this. Gangsters in the hood, watch out, because Kelvin is coming. Zo, oké. Deze jongen heeft zijn telefoontje in zijn linkerhand. Ik moet mezelf even wat dikker maken. Kelvin, ben je er klaar voor? Natuurlijk ben ik er klaar voor, Kelvin. Waarom vraag je tegen jezelf? Ik weet het ook niet. Vingertjes, onderkin, dikke buik, naar mezelf kijken en gangster in 3, 2, 1... Dat waren alweer de gangsters van vandaag. Wil je nou zelf ook gangster worden, dan kan dat niet. Nee. Wat jij wel kan, is eigenaar worden van een dopperfles, dopperflessen, van die epische dingen zoals hier. Ik geef een fucking veel weg. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen om kansen te maken, is een reactie achter te laten en te abonneren op mijn kanaal. En dan, oh, then it's gonna be an awesome party, man. We, you and me, let's go, let's party. Bye, bye, bye. I love all of you. Je moet stil houden, dat is een geheimpje. Oh, oké. Dat mag niemand weten. Oké, hoe is het met Jorik? Oké, sorry. Had ik dat niet moeten vragen?